met Rico een kop en zijn bak met deuren mee. Wij zijn Suus en we stoppen nooit! Yo, dat, wij zijn Zeus. En welkom bij een nieuwe video. We gaan een Snapchat Q&A doen. Wij hebben alle drie via onze Snapchat gevraagd of jullie een filmpje wilden insturen met een vraag. Ja. En dat is gebeurd. En mocht je ons niet op Snapchat volgen en de volgende keer ook je vragen willen sturen, check het even in de beschrijving. Onze donderdag upload wordt voornamelijk nu een soort van praatvideo, waar we gewoon lekker met jullie gaan lullen. Net zoals vorige week zouden we misten een beetje het contact, dus dat gaan we zo met jullie mooie kijkers oppikken. En we willen dus ook heel graag van jullie weten wat jullie willen de volgende week. Want volgende week gaan we een praatvideo maken over een serieus iets. Waar zou je willen dat wij over gaan praten? Pesten, homo's, lesbies, koppels, kutjes. Nee, jullie weten aan ons dat wij Zeus zijn en wij denken best wel anders over de wereld dan andere mensen. Dus, en we hebben best wel een uitgesproken mening in shit. Dus als jij shit wil weten en je wilt shit done hebben, weet je, je wilt die kutjes zo gewoon klaren. En dan heb je ons advies nodig. Oké, we gaan door naar de Q&A. En ik heb hier wel een mooi om te beginnen. Hoe zijn jullie bij elkaar terechtgekomen? Ah, dankjewel, hè, Gerrit. Oké, Gerrit. Nou, Gerrit, we zullen het vertellen, hè. We hebben het al eerder verteld, maar we doen het nu heel snel. Ik stond op de straat in, als een prostituee, weet je. En dan kwam Kees en ze bouwde een prezen aan. En dan dacht ik, gewoon zo even een lekker kontje, weet je. Lekker mijn vrouw geven in. Ja, goed. En dan was het, even serieus. Ik heb Rico ontmoet via Jeffrey. Ja, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? En ik heb Stefan ontmoet via skateboarden. Oké. Stefan was mijn baas bij Diggles, weet je. Nou, DJ Mopio, ik vind het fucking lekker als seks hebben met een man. Dat je lekkere tenen over je piemel heen voelt strelen, weet je. Nee, ik wil even zeggen dat ik geen seks heb met een fucking man. Jawel. Ik ben geen homo. Maar niks tegen homo. Wat is jullie favoriete dier? Mijn favoriete dier is een... Ja, wat fout is ook voor me. Is een... zijn Madi. Maggot. Ik heb zelf een kat, dus ik denk dat mijn favoriete dier een kat is. Oké, mijn favoriete dier was vroeger altijd een koe. Maar tegenwoordig, na al die foto's die ik heb gezien van luiaarden, zijn het toch echt wel luiaarden. Ja? Ja. Heb je wel eens foto's gezien van baby luiaarden? Waar komt de naam Zeus vandaan? Zeus was een skategroepje van Kajariko vroeger. Dat vonden ze vet om met maskers aan te skaten. Maar ze uiteindelijk niet geworden hebben, ze toch met de borsttatoeer. En zo'n YouTube kanaal geworden. Helemaal correct. Yo, Zeus, wie van jullie is het sterkste? Dat ben ik. Ja, sowieso. Sowieso. Nee, wij hebben wel vaak stoeitjes ervan, maar ik denk dat het neerkomt dat jij wel meer kracht hebt dan iedereen hier. Sowieso is dat gewoon sterk van. Wanneer hebben jullie voor het laatst gehuild? Ik heb voor het laatst in Bali gehuild toen Arion dood ging. Echt? Heb je toen gehuild? Waarom heb je dat niet? Op de bank, naast jullie. Ik heb echt niet gezien dat jij hebt gehuild. Ja, ik hou ook niet. Maar gewoon een traantje, weet je. Dat is ook. De vorige video, jongens, zagen jullie Rico heel even in beeld. En toen zag je dat hij boos zijn face aan het drukken. Toen heb je echt gehuild. Toen heb ik wel een beetje gehuild, weet je. Ik heb wel een beetje genaaid. Heb jij gehuild toen Sissy doodging? Ja, ik heb niet zo lang geleden gehuild toen mijn kat doodging. Dat vond ik wel even lastig. Die ging niet zo goed mee. Die moest in één keer ingeslapen worden. Een beetje 17 jaar mijn leven geweest, weet je. Dat is altijd wel lastig. Rest in peace, Sissy. Hou van je bitch. Hallo heren. Als jullie een legale overval zouden mogen plegen, op wie zou dat dan zijn en waarom? Het staat op mijn bucketlist, stel voor, ik weet dat ik over een half jaar dood ga, dan wil ik een tent beroven. En wat? Dan wil ik een gewapende overval doen ofzo, op een bank ofzo. Zonder dit al, dan zou ik het al een keer willen doen. Sorry dat ik het zeg, politie, maar als ik dood ga, lijkt me zo tering vet om te doen, weet je. Gewoon maar ga je dan mensen doodschieten of niet? Nee, niet als het niet hoeft. Nee toch? Legale overval, waar ik het op zou doen, ik zou de MGM Grand overvallen in Las Vegas ofzo. Ja, gewoon een groot casino. Groot dat casino. Ik zou gewoon die rijke tata's overvallen, weet je. Dat is je moeder. Wat is jullie meest gebruikte stopwoordje? Weet je! Volgende vraag. Hey gasten van Zeus, hoe lang longboarden of skateboarden jullie al? En hoe zijn jullie ermee begonnen? Okay. Dus jullie staan op mijn longboard. Yeah! Nice. Hele goede vraag. Ik longboard al sinds vannacht. Ik longboard denk ik een jaar of zes nu. Echt? Zo lang? Ja. Ik heb toen ik 10, 11, 12 was, heb ik geskateboard. Dat is meer van de lol met de intouchboard zeker. Nee, toen had ik wel een goed blindtagje. En daar kon ik ook best wel veel op. En toen ben ik
vijf jaar gestopt of zo. En toen heb ik weer samen met Rico gepakt toen we 17 hadden. Ja, ik heb het ook gewoon eventjes gedaan, weet je, in het transportje en zo toen ik klein was. Maar toen ik echt een beetje begin was met jou inderdaad. Toen ik 17 was of zo. Ja. Jullie een kat of hond? Dankjewel. Wat is dit, joh? Hebben jullie een kat of een hond? Ik heb een kat. Dankjewel. Ik heb een hond. Ik heb kooikarkers. Hoi, wat is 12 keer 16? 12 keer 16 is 142. Ik heb dus calculeren, weet je dat echt? Ja. 100 wat? 12 keer 16, 142. 12 keer 16. Oh nee. 192. Oh ja, wacht, 100. Ja, sorry. Leuk je naar stil te doen, het was een fout. Zeg maar nog een keer sorry. Echt, nee, sorry. Ja, dat is goed. Welk merk zou je eerder kiezen? Adidas of Nike? Ik moet kiezen tussen Nike en Adidas, zou ik voor Adidas gaan. Wat ben jij voor Mogol? Waarom? Jij bent echt. Hoe kan hij dat nou zeggen? In de buurt. Loopt hij zelf met fucking Stefan Zunjanoski's aan, hè? Nu niet, maar ja, is of Nike. Nike, jongen. Nike is B. Fuck it. Nike skateboarding. Ik heb maat 44. Ik heb maat 42 trouwens. Ik heb maat 41. Jullie scharrels. Heb je scharrel? Ik heb één scharrel. Heb jij scharrel? Ik heb geen scharrel. Ik heb ook geen scharrel. Maar jullie hebben een vriendin. Ja. Goed bezig jongens, ik hou je met trots. Jij hebt ook een vriendin, de school is mijn vriendin, joh. Hoi, mijn vraag is, wat is jullie lievelingsband? Architects! Ik vind Architects ook fucking goed, het is ook één van mijn lievelingsband. Maar Jedi wat gezegd, doe ik... is 2 off the pad. Het is fucking vet, moet je luisteren. Het is een soort Wesley Dance Machine mix met nieuwe shit, weet je, is goed shit. Oké, dan ga ik voor Dream Theater en Alex Bunsred. Architects en Bergtooth. Mag ik er nog eens zeggen, hè? Radiohead. Mag ik ook nog eens zeggen, ja. Rage Against the Machine. Mag ik zeggen, geen? Lana Del Rey. It's better than I ever even knew. Waarom heeft Rico een kop en zijn bak met Jeremy? De goeie. Dit was echt de beste les, jongen. Ik moet je even. Ja, nou Rico, waarom heb je een kop als een bak met Jeremy? Weet niet, man. Dat zou je echt even aan mijn moeder en mijn vader moeten vragen, denk ik. Waar is je vader? Ik weet niet, man. Je hebt me achtergelaten omdat ik een bak met Burma's hoofd heb, weet je. Ik vond oprecht dit veel leuker met die filmpjes dan de andere Q&A's die we hebben gedaan. Nou, dus serieus, volgens mij op Snapchat gaan we het volgende keer gewoon weer doen. Dit is echt fucking geweldig. Ik vind het leuk. Hey jongens, vonden jullie nou ook leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Doe even abonneren hier beneden. Doe het nou echt serieus. Dan hoor je erbij, weet je. Echt, even serieus, man. Doe nou eens een keer de video's, weet je. Deel! Ja, klopt. We hebben analytics. Je bent zelf. Deel die shit op Facebook, weet je. Deel die shit van bijhouden. Deel Facebook. Onderwerp voor de volgende video. Onderwerp voor de volgende video. Ja, je hoeft niet te delen, hoor. Maar het zou chill zijn. Ja. Heb ik nog wat te zeggen? Rieke, koppel, bak me weer mee. Check jullie gewoon de volgende keer. Lotto! Lotto!